Audubon. Zal ik het even spellen? A-L-D-E-B-O-A-R-N. In Oldeboren woont Jorre Bergsma en zijn vrouw Heather. Dan hebben we ook Daan Brilsma en zijn vrouw Rianne. Wat nou echt de oorzaak is, weet ik niet, maar het is opmerkelijk. Nee, dat is natuurlijk geen toeval. Ja, het kan toeval wezen, maar ik vind het geen toeval. Ja, dat is zo. Of dat een soort mentaliteit kwestie is, of dat het nou een samenhang is, ik weet het niet. Maar het heeft iets met kleine dorpjes te maken. Jorre, die is hier geboren, op het water, in een woonark, die Bruine. Daar is hij geboren. Misschien heeft dat een invloed, tenminste, ja. Dat is ons idee. Het is vaak opmerkelijk dat waar het zeg maar, zwaar kerkelijk is, dat daar juist de grootste voetballers, schaatsers, wielrenners vandaan komen. Bijvoorbeeld het Zuidland, Urk. In principe is bij de schaatsers een manier van fokken. Daar komt het eigenlijk op neer. De vader van het kindje heet ook Jorrit. Het zit in de genen, ja. Het is wel zo, het komt vaak uit, verder dan weer uit de families, weer uit de voorouderen. Daar zaten ook snelle schaatsers bij en die lijn gaat dus wel door. Ze hebben geen grammetje vet op het lijf. En goed, de massa die ze in hun benen hebben, dat is natuurlijk voor 100% echt spieren. Dus in principe vak je op kracht, ja. Topmensen zijn echt christelijk. Daar woont Jorrit. Zo aan de vaart volgen en dan woont hij die kant. Aan het water ook. Aan het water. Het hoge huis. Ja, dat is een heel mooi ding hoor. Een mooie achtertuin erachter en dergelijke. Er staan letters op de goot daar bovenin. Speciaal. Wat staat erop dan? Ja, een vreemde taal. Zijn vrouw woont er ook. Zij is Amerikaanse. Maar ja goed, ze is wel met Jorrit getrouwd. En die heeft Jorrit dan ontmoet op de ijsbaan. Nou, ik denk niet dat zij nou vloeiend Fries of Nederlands spreekt. Heather, ze zijn allebei net Olympische Spelen. Heter. Rieter Hettersson. Heter Richardson. Ja. Richardson. Heter.